Hoeft toch niet? Hey, bel Hamel. Ja, een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag vrijdag 9 april. En het is bijna 14:30. 14:29, dus zeg maar 2:30. Ik ga nog even weer de hondjes uitlaten. En ik moet naar de Voma toe, boodschapjes doen. En de GoPro niet vergeet, dan neem ik hem mee. Ja. Dan hoor je weer eens even een keertje boodschappen. Kunnen we zien hoeveel mensen er met een mondkapje oplopen. Genoeg hoor, nog even goed. Ja, echt genoeg. Maar ja, maakt er allemaal niet uit. We moeten ze allemaal voor zichzelf weten. Al diegenen die erin geloven, moeten het voor zichzelf weten. Maar ik hoop dat ze toch nog wel allemaal op tijd een beetje wakker gaan worden. En meer na gaan denken. Hè? Of hun huiswerk doen, dat wil ik mee zeggen, dat ze dan ook op onderzoek uitgaan, net zoals wat ik heb gedaan. En dat het allemaal toch wel wat meevalt. Ja. En ik ben er ook wel zo'n beetje klaar mee met wat de ziekenhuizen zeggen. Ik en nog een paar anderen hebben ten gehoor gekregen uit betrouwbare bronnen dat het personeel die voor de camera komen van het nieuws, dat die er geld voor krijgen met een leugen te vertellen. Ja, nou dat vind ik niet fair. Als het je om geld te doen gaat, kun je het ook op een eerlijke manier doen, toch? Ja. Als je als verpleegkundige of wat dan ook niet genoeg verdient en kun je het ook op een andere manier doen. Ja, hoef je niet voor te liegen. Nee, vind ik van niet. Maar ja, ze liegen allemaal dat groen en geel ziet van ellende. Ik snap dat niet, waarom men liegen moet. Überhaupt, of het nou om geld gaat of niet. Waarom moet men liegen? Dat wil ik wel eens weten, waarom men liegt. Over van alles en nog wat. Ik vind dat zo laag bij de grond. Dat kan je niet maken. Maar ja, oké, ik ga dus met de hondjes lekker lopen en ik ga boodschapjes doen. Het is niet al te vroeg meer. Ik kom ook trouwens net uit mijn bed, mogen jullie best wel weten. Maar ja, ik was sowieso niet vooruit te branden. Ik was niet in orde, ja nog niet, maar dat komt door andere dingen. Jullie weten wat ik mankeer en ja, als je daar niet in orde van bent en misselijk van bent. Mijn rug valt trouwens wel mee, maar mijn linker enkel die doet naar zeer en mijn hoofd doet weer zeer. Dat trekt weer naar mijn rug toe, nou dan weet je het wel weer hè. Maar ja, ik kan de pret allemaal niet boeien. Ik probeer verder gewoon weer vrolijk te zijn, want dat maakt het leven ook fijn, vrolijk zijn. En blij zijn met je diertjes, hè? Ja, die legt er zo lekker bij. En die andere belhamel is buiten. Dus ja. Ik zal de boel zo intuigen en dan even lopen. En dan hebben we ook weer een frisse neus. Elwin was vanochtend al aan de diarree. En ik denk zomaar dat ik weet waar dat door komt. Ik had gisteren toch bij de bekende winkeltje voor dieren speciaalzaak, waar ik normaal ook mag vloggen, had ik ook een bullenpeetje gehaald. Oepsie. En Freika. Hoeft niet. Hoeft niet. Oh, Rijker, komt dat toch zelf al? Zo. Hoeft toch niet? Hé, hey, belhamel. Belhamel.
Dus ja, dat zijn mijn kanjers. Met één belhamel ertussen. Maar ik hou wel van haar. Ja hoor, echt wel. Hé, ja nou. Een mopperdoos. Zo, nog even extra namopperen. Maar in ieder geval, lieve vrienden, gewoon genieten en ga met die banaan. Dan probeer ik, ja, dan probeer ik tenminste wel. Pijn of geen pijn. Ja, ik meld dat jullie wel even, dat jullie weten hoe ik ervoor sta. Maar dan probeer ik toch de draad weer op te pakken. En ja, het is wel mijn kanaal, hè. Dat ik deel mijn dingen met jullie, wat ik heb en... wat ik niet delen wil, dat deel ik niet. Want dat gaat jullie dan lekker niks aan. Maar ach, dat is voor mij dan belangrijk genoeg als ik het jullie niet vertel. Oh ja, gisteren kreeg ik ook nog een visite. Daardoor ben ik helemaal vergeten jullie erbij te pakken. Ja, Mario kwam nog langs. Heel geheel onverwacht. Want ik zou aan het werk. Ja, dag werk. Moest ik wat later mee beginnen. Maar het was wel leuk, was gezellig. Ja, maar in ieder geval, ja, dan kon ik even niks aan doen, want ik... zo druk. Eerst de huishoudelijke zorg, die Wendy. Leuk vrouwtje ook. Nou ja, die kon ik al. Van jaren geleden. Ja, toen zat ze eerst bij een andere zorg uit Friesland vandaan. Nou, daar heb ik ook bij gezeten. Dus zodoende is zij ook eens een keer ingevallen. Toen leefde mijn man nog. Dus die kon ze ook. Toen kwam mijn begeleidster nog. Karen met een K. Dat heb ik jullie nog verteld. Maar later is die weg en ik zou aan het werk beginnen. En op de computer. En voilà, daar komt Mario aan. Oké, gezellig, wat leuk, ja toch. Maar in ieder geval, nu ga ik met deze twee lieftallige dames even lopen. En daarna ga ik boodschappen doen. Ja, simpel. En ik neem jullie gewoon mee. Probeer ik de GoPro erin te zetten. Ja, en ja, die camera die heb ik ook wel mee. Maar daar heb ik dan weer een andere camera op aangesloten, dat is mijn hondjes in de gaten te houden en mijn huisje. Ja, zo doe ik dat. Dus, lekker pu. Niemand kan inbreken, want het wordt allemaal in de gaten gehouden. Ja, ook met een systeem die mijn man nog heeft aangesloten. Nou, en dan dit nog erbij. Ja, komt allemaal goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed. En geniet van elkaar, geniet met elkaar, geniet van hetgeen wat jullie doen gaan. En gewoon door blijven gaan. Ja, meer kan ik er niet van maken. Nee. Dus ik zeg het, tot straks. Doei!
Zo, lieve vrienden, we zijn weer eindelijk thuis. Het is koud, het is niet lekker meer, nee. Maar oké, laten we bij het begin beginnen. Ik ging met de hondjes uit, daarna zou ik boodschappen doen. Maar ik heb meer moeten doen. Ja, want ik met de honden uitging. Ja, en het is al twee keer eerder gebeurd. Eerst bij Rijka, toen bij Elvin en nu weer bij Rijka. Dat, die koppelriem. Oh, als je daar nog even vast tot hebt. Dat die koppelriem er tussenuit ging. Mooi. Karin die had me al een tip gegeven. Ga er even mee naar de schoenmaker. Ik denk, nou, weet je wat, ga ik het gelijk doen. Want ik moest aan de kant van de weg zitten in de berm. Om dat weer aan elkaar te krijgen. Dus het gleufje door. En ben ik naar de schoenmaker geweest. Nou, die heb hem weer met een tank gedaan, et cetera. Maar ik denk, ja, weet je, dit meer kon hij ook niet doen. Ik denk, mag niet. Wat verdenk je? Zo, zit ze met een neus in die tas te strunen. Mag niet, hè? Nee. Maar in ieder geval, die had hem gewoon met diezelfde tang als ik dichtgeknepen. Ik denk, ja, wat hij ken ik ook, weet je. Dus, weet je wat, ik ga even naar de andere kant van de stad. Daar hebben we een hele grote dierenspeciaalzaak. Kijk of ze daar koppelriemen verkopen. Ik denk, dan koop ik een betere dan deze. Eentje met leer. Hebben ze er niet eens. Want die man die vroeg in eerste instantie, wat is dat een koppelriem? Wat bedoelt u? Was er een andere vrouw ook van de ene hond naar de andere hond? Ik zeg ja. Ik heb twee honden. Ik zeg, en ik laat ze allebei tegelijk uit. Ja, verkopen we niet. Nou, dan wordt het hoog tijd dat ze dat wel doen, weet je. Maar hij zegt met secondenlijm. Heeft hij hem weer met een tang weer goed gebogen? Want hij was helemaal scheef en raar en weet ik veel. Heeft hij er een plakbandje eromheen gedaan en in dat plakbandje heeft hij een gaatje gedaan en daar heeft hij lijm in gespoten. Hij zei, dan zal dat wel weer. Nou, dat helpt natuurlijk twee keer niks. Het was wel secondenlijm, maar of het nou helpt. Ik haal zo de plakband er hier af, behalve daar niet. Dat zit nog vast. Nou ja, laat dat maar zitten dan. Dus het plak nog aan alle kanten behalve de goeie. Het is nog niet eens niet fatsoenlijk droog. Nou, de onderlijn moet gelijk droog zijn, dacht ik. Ja, en dat zit nou aan mijn vinger. Nou, dat kan ik er zo weer afhalen. Dus ja. Ik laat hem nog even gewoon drogen. En dan merken we dat wel. Zo. Liggen te drogen. En anders, ja, ik moet gewoon even een nieuwe zien te versieren. En dan een betere. En desnoods moet die de gleufie in die ring dichtglas worden. Ja, anders zou ik het ook niet weten. Ik had een koopro mee. Ik had hem in eerste instantie vergeten. Ik ben weer even teruggelopen. Maar hij was ook alweer leeg. Zag ik net. Ik zou hem uitdoen en dan was alweer leeg. Ik denk, oké. We zullen het wel weer zien tot zover hij is gekomen. Ja, toch? Dus, nou, ik heb dus boodschapjes gedaan, maar niet alles. Morgen de rest, want ik voel me lang niet happy en Ik heb vannacht erop gelegen, denk ik. Dat doe ik nou, ja, zeer. Ik moet precies zo zitten, niet anders. Maar in ieder geval, melkpoeder heb ik erbij gehaald. Brood moest ik, sowieso. Dus dat heb ik ook gehaald. En de Bounty, dat heb ik ook een tijd niet meer gehad. Dus de broodjes gehaald. Zo, vier maal gaat er drie de vriezer in. En
de rest in het andere pakje gaat. Hier blijf jij. En ik heb twee vleeswaren wat in de aanbieding was en wat ik op tijden niet meer gehad heb. Gebraden gehakt en Indische gehakt. Lekker! En ik heb drie soorten kaas gehaald en voor vanavond. Even een kant-en-klare maaltijd. Ik denk, ik heb geen zin om te koken, maar ik wil wel warm eten hebben. Nou. Ik denk, ik heb zin in een duifje, neem ik een stampotje mee. Ja, lekker. Dus dat gaan we zo even opruimen allemaal. Hè? Ja, leuk. Maar ja, gaat ook wel weer over dat ik een oud kereltje ben. Ja, jullie krijgen ook wat lekkers, ja. Cookie? Houden jullie een cookie of moeten jullie wat anders? Hier alweer? Oh, deze tas. Deze tas. Wat zit daarin? Wat zit daarin? Ja, wat zit daarin? En is die van Rijka. Dan komt die er ook weg. Even wachten. Mijn neusknopje komt eruit in ene. Hoe komt dat nou weer? Vervelend hoor. Zo, dan moet je eerst die zak weer open hebben. Dan moet je een schaartje hebben. Even geduld, jonge dame. Nou zeg, een dood ding is mij niet de baas. Maar andersom. Ja, dat plakketje moet eraf. Zo. Schaartje moet er uit van de hand af. En weer in de la. In de la, la, la. In de la, la, la. En in een deze voor Rijka. Die is voor Rijka. Voor Rijka. Kom dan omhoog. Kom eens omhoog. Rijka, kom dan. Rijka, kom dan. Die is voor jou. Dan komt die ook weg. En dat is ook voor jou, hè, meisje. Ga naar de bank. Nee, jij hebt je eigen. Is het dan weer te mee? Ja, en toen moet ik een bindertje. Even het andere zakkenbindertje, hè? Ja. Ja, zo. Een vuilniszakkenbindertje. Dat ze dat lekker vinden, hè? De ene heeft glazen konijnenoor en dit is stond erop? Een runderoor, dus van een rund. Een koe, dacht ik, toch? Dus die weet echt veel. Zo. Nou, dan kan dat weer in die rode zak terug. Zo. Wat? Die weer open. Zo. Voilà. Nou, dan moet ik dat weer op zien te rapen. Oh jee. Hé? Kom dan, Fie. Ja, je krijgt ook lekker zo'n man. Even geduld. Geduld is een schone zaak, zeggen we dan. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Probeer ik ook te doen met mijn fatsoen. En het is alweer 16:41, bijna 5 uur.
Ik ga een bak koffie maken en mijn Bounty lekker nuttigen en dit allemaal nog opruimen. Dus dat komt allemaal goed. En ik moet nog een vlog in elkaar zetten en ik moet mijn hondjes weer uitlaten. Nou, eet ik lekker makkelijk. Dus komt allemaal goed. En morgen de rest van de boodschappen, want ook moet ik weer een paar dozen met natvoer hebben voor Gandalf. Want ik ben met de laatste doos bezig, dus moet er ook weer bij komen. Dus ja. Zo gaan we wel allemaal iedere dag door. Ja, toch? Je moet toch? Ja. Overleven. Ja, hè? Overleven in man. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet. En straks meteen lekker eten natuurlijk. Smakelijk eten, zo vast. Bon appetit. En later op de avond natuurlijk een geweldige, liefdevolle avond gewenst. Uiteraard. En ik wens jullie ook voor nog veel later wel rusten. Slaap lekker met mooie dromen. En uiteraard zaterdag, dan is het alweer de 10e. Gaat hard. Weer gezond uit je bed zien te komen. En dat vooral doen. En altijd blijven lachen, wat er ook gebeurt. Probeer ik ook te doen. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles. En tot later. Doei.